Van ons leven verslapen we een derde deel. Die slaap hebben we nodig. Het geeft ons lichaam ontspanning en rust na een drukke werkdag. Dat geldt zeker voor jonge mensen. Maar driekwart van de Nederlandse jeugd slaapt in hetzelfde ondergoed waarin het werkt, voetbalt of gymnastiek doet. Thuis trekt het eroverheen 's avonds gewoon een pyjama of nachtpon aan en stapt zo in bed. Maar voor een goede slaaphygiëne is het echt nodig dat uw kinderen zonder dat ondergoed, dus alleen in hun nachtkleding naar bed gaan nadat ze zich gewassen of gedoucht hebben. Help ze. Let erop dat dat wassen dagelijks gebeurt. Er was een tijd dat de Nederlandse overheid zich overal mee bemoeide. Geen onderbroek aan onder je pyjama, want dat was vies. Maar het was niet alleen maar betuttelend. De staat zorgde ook voor je. Ze zorgde voor postbodes die je brieven rondbrachten. Ze zorgde voor verpleegkundigen als je ziek was. Ze zette betrouwbaar personeel op de trein. Allemaal respectabele en prima betaalde beroepen. Dat gold zeker voor ons leraren en onderwijzers. Tot het ineens allemaal anders moest. Strakker, zakelijker, efficiënter. De postbode werd flexwerker. De verpleegkundige een professional, zonder tijd voor praatjes. De conducteur kreeg een klanttevredenheidscursus. En wij? Wij moesten ineens scoren. We werden steeds vaker afgerekend op de cijfers die onze leerlingen produceerden. Zou het daarom zijn dat die ene Franse film in 2003 zo'n gigantisch succes werd? In maart 2003 zag ik in de bioscoop de film Être et avoir. De film volgde de lotgevallen van een handjevol leerlingen op een piepklein dorpsschooltje op het Franse platteland. Het was één grote lofzang op de intuïtieve wijsheid van hun onderwijzer. Iedereen had het over die ene scène waarin de Franse onderwijzer een jongetje gevoel voor cijfers probeert bij te brengen. De boek. Oui, donc tu apprends le boek, tu vas apprendre. Oui. À quoi? À écrire. À faire des six. Ah, et les six, c'est pour apprendre quoi? Le calcul. Oui. Pour savoir compter. Oui. Hein? C'est dire compter jusqu'à six. Jusqu'à six. Après cinq, il y a six. Et après six? Après six, il y a sept. Mais on l'a pas encore lu. Puis hein? Après sept, il y a six. Ah, après sept, il y a huit. Il y a huit. Het toeval wil. Mijn Friese buurman Douwe was ook decennia lang zo'n dorpsonderwijzer die met veel liefde en toewijding voor de klas stond. Maar in het café zat hij steeds vaker te mopperen. Terwijl ik naar zijn verhalen luisterde, begon ik te beseffen dat het soort onderwijs waar hij voor stond voorgoed voorbij was. Vermalen door de geschiedenis. De bemoeizucht van de overheid was in een kwaad daglicht komen te staan sinds de val van de muur en het failliet van het socialisme. Een heilig geloof in de almacht van de vrije markt kwam ervoor in de plaats. Het gevolg was dat men de wetten van de markt overal wilde gaan toepassen. Zelfs op het onderwijs. Wat zagen we er leuk uit, hè? Toen, in de jaren 70. Ik ben een van die leraressen die je hier ziet. Uit de tijd dat het klaslokaal als een klein koninkrijkje was, waar wij leraren onze eigen regels bepaalden. We gaven de kinderen zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te worden, zoals dat toen heette. En eerlijk is eerlijk, taal en rekenen raakten daarbij soms een beetje ondergesneeuwd. Ergens aan het begin van deze eeuw moest het allemaal anders. Zakelijker. Ambitieuzer, competitiever. Ook Douwe's schooltje moest eraan geloven. Ineens werd van bovenaf opgelegd hoe hij moest lesgeven en wat zijn leerlingen moesten presteren. Hij was enorm geraakt door die bemoeienis. Of zoals hij het zelf formuleert. Dat het onderwijs verworden is tot, ik noem het wel eens een wasmachinefabriek. Die kinderen zijn allemaal gelijk en die moeten allemaal aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. En dan aan het eind van de loopbaanlijn op school komt er dan een bepaalde score uit.
Scores? Daar waren we nooit zo mee bezig. Elk kind heeft zo zijn eigen talenten. Maar ineens werd er alleen maar gefocust op taal en rekenen. En moesten we grafietjes produceren die konden aantonen dat we zo goed bezig waren. Ik vond de mooiste momenten ook van het lesgeven die soms spontaan ontstaan. En dan moet je natuurlijk wel weer de draad van het lezen, het rekenen en taal enzovoort enzovoort oppakken. Maar ik heb altijd heel veel ruimte gelaten voor het toeval. Ik had hier een zo'n grote stoel met rokjes. En dat was dan de voorleesstoel. Dan gingen ze hier zitten. Dan was je even helemaal dat klaslokaal vergeten. En dan kwam je in een andere wereld. Maar zijn aanpak werd niet meer gewaardeerd. En dat kreeg hij ook om de haverklap te horen van de schoolleiding. Jo, je hebt vandaag al heel lang voorgelezen. Dat is geen effectieve schooltijd. Nou, ik vind voorlezen heel belangrijk. En ik had ze beloofd, het was een heel spannend boek, dat als ze het rekenen voor 9:30 en taal en die opdrachten klaar hadden, ging ik extra lang voorlezen. Ja, maar ik vind toch niet goed dat je zo lang zit voor te lezen. Nou, klaar. Die vrijheid, die had ik niet meer. Niet alleen Douwe's vrijheid werd beknot. We kregen allemaal vaker te maken met een manier van denken die rechtstreeks uit het bedrijfsleven leek te komen. Scholen werden massaal samengevoegd in zogenaamde onderwijskoepels, waar ambitieuze managers als Bert Dekker de scepter zwaaiden. Zijn scholen moesten zo goed mogelijk presteren. Dus de kinderen moesten zo hoog mogelijke cijfers halen. En daar moesten wij dan voor zorgen. Heel veel mensen die destijds in het onderwijs werkten, kwamen eigenlijk een beetje in de jaren 60, 70 de onderwijsmarkt op. En er was toen destijds helemaal nog geen markt. Hè, van. Die kwamen gewoon in het onderwijs in. En het zijn over het algemeen heel bevlogen mensen. En die willen gewoon iets leuks met kinderen. Hè, van de goede dingen doen. Maar wel heel veel vrijheid. Hè, en die wilden er helemaal zelf gaan inrichten. In de tijd, begin van dit millennium, waarin heel duidelijk werd dat de inspectie heel voorschrijvend was, pakten deze mensen dat helemaal niet. Dus er waren ook leerkrachten, maar ook directeuren, die kwamen daar tegen in opstand. Die zeiden van, ja, dat willen we niet, wij bepalen wat goed onderwijs is. En die kwamen dus ook tegenover mij te staan als bestuurder. Waarbij ik voel me dan toch realist. Van, het kan allemaal waar zijn, maar ik hou niet van donkere shots. Dat gaat helemaal niet werken. Als je wordt weggezet als een donkere shot, dan weet je het wel. Je kon niet zomaar meer je eigen koers varen in de klas. Want ineens waren scholen elkaars concurrent geworden. En vergelijken kan natuurlijk alleen als iedereen precies hetzelfde doet. Alleen dan kan je resultaten meten. Op de markt vergelijk je de prijzen bij elkaar. Wie de beste kwaliteit levert tegen de laagste prijs, verkoopt het meest op de markt. En dat kwam eigenlijk in het onderwijs ook voort. Dus ik was ook in het vermeten van heel blij met deze vorm van marktdenken. Want het is niet meer vrijblijvend. Dus de resultaten van wat jij doet, wordt getoetst. Er is een objectieve toets, namelijk de CITO-toets, tussen- en eindtoets. En je kunt gaan benchmarken met elkaar van, maar doe je het wel goed genoeg? Ach ja. Die CITO-toets. Het leek eerst nog zo'n goed idee om af en toe eens te kijken of de leerlingen aan bepaalde standaard voldeden. Als de computer de antwoorden nagekeken heeft, dan worden op deze grote schrijfmachine de leerlingrapporten gemaakt. Die zien er zo uit. Daarop staat hoeveel van de opgaven ieder goed heeft gemaakt. En die leerlingrapporten worden naar de scholen teruggestuurd. Maar toen er een nieuwe wind ging waaien in onderwijsland, werd de CITO-score als een prijskaartje op de leerling geplakt. Hoe hoger de prijs, hoe beter het onderwijs. Ik kreeg het idee dat ze, zoals je circushondjes traint, moest je dan voor die CITO-toets moest je dan alsmaar trainen. Ja, daar maak ik me nog kwaad over. Dus. Douwe's frustratie kon zijn baas maar weinig deren. Overtuigd als die was van de nieuwe koers. En wie tegenstribbelde, moest zijn biezen pakken. Het leverde Bert de bijnaam de slager van Friesland op. Geen van de scholen waar ik dan algemeen directeur was, zo heette dat toen nog, was, die mocht zwak, nog zeer zwak zijn. Maar dat ervoer ik wel als een persoonlijke nederlaag. Ja? Ja. En wat deed je dan?
zorgde dat de mensen heel snel weer in het goede verhaal kwamen. En voor opbrengsten zorgde. Hè, van, in 2009 maakte ik de overstap van mijn eerste bestuurlijke baan naar mijn tweede bestuurlijke baan in Heerenveen. 22 scholen waarvan er 12 zeer zwak waren. Nou ja, daar was ik dus gebrand. Hè, van, daar moest dus keihard gewerkt worden. En daar gingen dus ook mensen bij bosjes eruit. Die zeiden, ja, daar heb ik geen zin in, of ik kan het niet, of ik wil het niet. De zweep erover. Dat was wel de zweep erover, ja. 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 Mensen waren bang voor jou. Dat klopt. Ook Douwe moest het veld ruimen. Hij werd met vervroegd pensioen gestuurd. Velen van ons waren al net zo gedesillusioneerd als hij. Het vak was van ons afgepakt. Dus ja, die film Être et avoir, die trof ons leraren in het hart. Die Fransman, die bekommerde zich geen moment om opbrengsten. Jaloers zagen wij hoe hij de kinderen liefdevol en zonder tussenkomst van managers tot wasdom liet komen. Encore, encore. Ça fait rien si on tombe à côté. Wat die managers namelijk niet zagen, is dat het er in de klas niet leuker op werd. Kinderen die wat minder in taal en rekenen waren, werden steeds met hun neus op de feiten gedrukt. Ook Douwe was vroeger een dromerig jongetje dat in eerste instantie maar moeilijk kon meekomen op school. Als onderwijzer wist hij de trage leerlingen te laten floreren, met zachte hand en zo onopvallend mogelijk. Ik voelde dat omdat ik dat zelf gevoeld heb. Ja. Sorry. Wat raak je nu zo? Omdat ik weet dat er dus kinderen heel erg beschadigd worden in zo'n proces. Dat ze dus heel erg een nare schooltijd hebben gehad omdat ze steeds het gevoel hadden te falen of niet te voldoen aan de verwachtingen die meester of juf van hun had. En zich heel erg klein voelden. En dat moet je voorkomen. Je moet ieder kind toch het gevoel geven dat ze waardevol zijn. Douwe wil maar zeggen dat kinderen die wat minder goed kunnen leren, later vaak prima terechtkomen. Paula, een oud leerling van Douwe, was zo'n meisje. Lezen had ik een 6 op. Schrijven een 6-. Rekenen een 6-. Nederlandse taal 6-. Maar zingen had ik dan weer een 7 op. Klas 2? Volgend jaar maar flink je best doen, Paula. Maar jij moet het doen. Dan kan ik je helpen. Leuk, hè? Want hoe ging Douwe daarmee om? Dat je een beetje afgeleid en Nou, hij probeerde me wel bij de les te houden. Daar was hij wel goed in. Ja. Ja. Hij signaleerde wel de leerlingen die even wat extra nodig hadden. En daar was ik ook wel, denk ik, wel een van. Ik werk nu in de gehandicaptenzorg. Ik werk in een woonvorm van mensen met een verstandelijke beperking. En dat doe ik al, denk ik, 8, 29 jaar. En dat is mijn lust in mijn leven. Paula's schoolscores waren laag, maar om even in markttermen te blijven, door haar werk zijn de opbrengsten voor de maatschappij juist hoog. Het is maar wat je wil meten. Paula wilde dat haar kinderen ook naar het dorpsschooltje zouden gaan. Maar omdat haar oudste dochter Marit een lichte verstandelijke beperking had, mocht dat niet. Wij wilden heel graag dat onder andere Marit haar sociale contacten hier in het dorp onderhield. En dat Marit niet het meisje in het busje werd. En wij geloofden erin dat Marit groep 1-2 heel goed mee zou kunnen komen. Maar al heel snel werd duidelijk dat er eigenlijk allang een beslissing is genomen. En dat Marit niet op school werd aangenomen. En letterlijk is gezegd, Marit haalt het gemiddelde score naar beneden.
Dat staat me nog als de dag van gisteren, klinkt dat in mijn oren. Ja, nou ja, dit is de brief die wij op 14 april 2008 van de directrice van de Valen vinden kregen. Na afweging van alle mogelijkheden heeft de directie besloten Marit niet toe te laten. Omdat wij Marit niet het specifieke onderwijs kunnen bieden dat zij nodig heeft. De redenen hiertoe waren de volgende. Nou, dat is een hele lijst. En daardoor had ik zoiets van, nou, je bedenkt nu allemaal aannemelijke redenen om haar niet toe te laten. Maar het gaat ergens anders om. Die directrice, die wilde natuurlijk, die staat voor het belang van die school. Die moet goed scoren. En daar kun je eigenlijk geen leerlingen zoals Marit bij gebruiken. Maar dat is dus door het systeem wat er toen, toen was. En de ene school die scoorde heel hoog, dus die zat niet met het probleem. Maar de Valenvinder, die zat wel met dat probleem. En als je dan een aantal leerlingen hebt die qua intelligentie iets lager zitten, of die iets minder goed konden leren, dan heb je al heel snel een probleem. En daar schop ik tegenaan, tegen dat systeem. Paula's dochter mocht uiteindelijk 2 dagen in de week naar de kleuterschool van de Valenvinder. Als gastleerling, zodat ze de scores van de school niet zou beïnvloeden. Iedereen blij. Al bleef het knagen bij Paula dat haar dochter alleen werd beoordeeld op wat ze niet kon, in plaats van wat ze wel kon. Dat was in Douwe's tijd wel anders. Nou, je hebt het wel hier wel heel mooi voor elkaar, Bert. Nou, mooi, hè? Ja. Ja. De vrucht van 40 jaar in het onderwijs. Ik wou dat het zo mooi uitzag, dat onderwijs, na 40 jaar. En dat dan, dat je denkt van nou, dit ziet eruit zoals ik het graag zou willen. En als ik dan naar het onderwijs kijk, denk ik, oh, dan moet nog even een tijdje door. Ja? Ja. Even doorschoffelen. Nog even doorschoffelen, ja. En nog even doorharken en dingetjes eruit trekken. Ja? Ja. Mijn buurman Douwe moest noodgedwongen de handdoek in de ring gooien. Zijn wereldbeeld, waarin elk mens unieke kwaliteiten heeft, strookt niet met de vrije markteconomie, waarin het gaat om de eerste, de beste, de sterkste. Niet alle marktdenken is slecht, begrijp me niet verkeerd. Laat bakkers en slagers maar lekker met elkaar concurreren. Dan krijg je voor niet te veel een goed product. Maar het marktdenken kreeg de afgelopen 20 jaar ook in heel veel publieke sectoren de vrije hand. Met de belofte dat alles dan goedkoper, beter en efficiënter zou worden. Jammer genoeg werd die belofte nergens ingelost. Wat jullie keuze is bij de categorie 5? Zeg het de maar. De rolveger. We zijn in Nederland altijd dol geweest op spulletjes. Hebben. Een allesnijder, die heeft u vast. Mixer. Een mixer. Op televisie zag je vroeger al de ene spelshow naar de andere waar je van alles kon winnen. Eerst ging het nog om een rolveger of een allesnijder. Maar de prijzen in de shows werden door de jaren heen steeds uitzinniger. Want, zo werd ons verteld, hoe meer wij kopen en consumeren, hoe beter dat is voor de economie. Maar is de economie eigenlijk wel goed voor ons? Deze man kwam onze lol bederven. Volgens journalist Sander Heijnen leidt de focus op economische groei niet automatisch tot een beter leven van iedere Nederlander, zoals ons dat was beloofd. Hij zelf wilde eigenlijk oorlogscorrespondent worden, maar er was alleen nog maar een plekje vrij op de economieredactie van de krant. Hij was best even teleurgesteld. Maar stortte zich toen met veel enthousiasme op verhalen over bevroren wissels die het treinverkeer platlegden. Ja, we gaan even naar de minister van Verkeer, want zij vraagt zich net als de reizigers af waarom er problemen zijn op het spoor als de kou toeslaat. En over post die nooit aankwam. Nou, de oorzaak daarvan is dat 2 jaar geleden de reorganisatie is ingegaan en tot ze dus de vaste postboden op een zijspoor hebben gezet. Na een tijdje begon het hem te dagen dat er een patroon zat in de dingen die misgingen. De spoorwegen en de post waren ooit staatsbedrijven die op zich best wat modernisering konden gebruiken, maar
Nadat de overheid zich terugtrok en de wetten van de markt gingen gelden, gingen ze juist slechter functioneren. Dit is vanuit een studeerkamer is dit idee ontstaan. Dat markten beter zijn dan overheidsbemoeienis. Dus dat is het is een economische theorie. Dus we zijn niet op de werkvloer gaan vragen van wat gaat er mis en hoe kunnen we dat oplossen. Maar we zijn door een politieke, ideologische bril gaan kijken naar de publieke sector. En hebben gezegd, het moet nu allemaal volgens die marktleer. Dus er zat om te beginnen, zat er al niet al te veel praktijkkennis in deze hele reorganisatie van Nederland, zal ik het maar even noemen. Sander ontdekte langzaam maar zeker dat marktdenken alle publieke diensten had versteerd. Niet alleen de post en het spoor, maar ook het onderwijs, de volkshuisvesting, de kinderopvang en de zorg. Een van de voorbeelden die ik echt nooit zal vergeten is, ik zat tegenover de directeur van een ziekenhuis. En die zei van, ja, ik heb net verpleegkundigen moeten ontslaan om meer budget vrij te maken om extra boekhouders aan te kunnen nemen. En die boekhouders, die heb ik nodig om naar de zorgverzekering te kunnen rechtvaardigen dat ik mijn geld wel aan de zorg besteed. Dus in plaats van dat geld aan de zorg te besteden, moest het aan boekhouders om te kunnen bewijzen dat hij zijn geld wel goed aan de zorg besteedde. En dit soort Kafkaeske taferelen zijn geen uitzonderingen. Kafkaeske taferelen. Wij leraren kunnen ervan meepraten, maar eigenlijk is ons verhaal hetzelfde als dat van postbodes, agenten, verpleegkundigen, noem ze allemaal maar op. Iedereen kampt met dezelfde problemen. Een steeds hogere werkdruk, bergen administratie, een vaak mager salaris, terwijl ondertussen wel alles steeds duurder wordt. Vooral de huizenmarkt doet ons de das om. Het is nu woensdag. Ik had maandag mijn zoon thuis. Die zit in groep 4. Want de juf was ziek. En geen vervanging. En ja, het komt gewoon heel regelmatig voor. Dat zodra er een leerkracht ziek is, dat de kinderen thuis zijn. Gewoon simpelweg omdat het lerarentekort zo groot is dat er geen invallers zijn. En de school krijgt het niet altijd geregeld. Weet je, het grootste probleem dat is die woningmarkt. Er zijn best wel jonge, net afgestudeerde docenten die op onze school willen werken. Maar ze kunnen nergens wonen. Je gaat natuurlijk niet in het oosten van het land wonen als je hier in het westen op een school werkt. Omdat er niks betaalbaars is, nee. Dus je ziet dat zo'n woningmarkt gewoon heel diep ingrijpt ook, nu gewoon in ons dagelijks leven. Sander kreeg niet lang geleden een nieuwsbrief van school met een oproep aan alle ouders om uit te kijken naar woonruimte voor de conciërge. Sinds de woningcorporaties op grote schaal sociale huurwoningen begonnen te verkopen, is er voor de gewone man geen huis meer te krijgen. De noodkreet van school leverde helaas niets op. Zo, hoe is het? Ja, goed wel, hè? Ja? Ja. Kinderen binnen? Ja, altijd iedereen naar binnen nu. Waar woon jij nu eigenlijk? Ja, ik woon bij mijn ouders. Dat is heel vervelend. Ja. Ze zijn allebei ziek ook, dus... Ja. Als je hier de huis hier in de buurt kijkt, ja, het is een ongelofelijke prijs. Ja. Ik praat gewoon over meer dan 500.000, gewoon standaard huisjes gewoon. Ja, dan heb je dan heb je een klein, heb je een klein huisje. Een heel klein huisje, ja. Dat is ongelooflijk. Ja, het is eigenlijk de happy few, hè? Amsterdam is gewoon voor de happy few. Ja, dat aan is het worden, gewoon. Ja. Ja, nee. Ja. Conciërge Lars had het allemaal prima voor elkaar, totdat zijn relatie 2 jaar geleden op de klippen liep. Ineens moest hij in zijn eentje een huis zien te vinden in de buurt van zijn werk en zijn dochtertje. Hij bivakkeert nu al een tijdje bij zijn ouders. En dat terwijl Lars echt alles heeft aangegrepen om daar verandering in te brengen. Vorig jaar ben ik bij het sociaal loket geweest en er stond toen een heel mooi soort advertentie van in de krant van: bent u Amsterdammer, zoekt u een woning, wij helpen u. Nou, ik heb gebeld, zei nou, u komt in aanmerking, u voldoet aan alle criteria. En ik kom daar binnen op het gesprek. Ik krijg 3 opties. Het is, heeft u ingeschreven bij Woningnet, waar ik natuurlijk al jaren sta ingeschreven. Heeft u wel eens gezocht buiten Amsterdam, want in Groningen kunt u zo'n woning krijgen. Of schrijf u in bij het Leger des Heils. Nou, toen ben ik me eerst gaan inschrijven bij het Leger des Heils. Nou, dat kan dus niet, omdat ik niet voldoe aan de criteria zoals psychische problemen, alcoholproblemen, drugsproblemen. Ik ben zelfredzaam, dus zij zeiden van, u moet het zelf maar uitzoeken.
ik zou gewoon meer problematiek moeten hebben. Ik ben zelfredzaam, dat is het hele probleem gewoon. Ik denk als ik zeg maar 2 jaar geleden had aangegeven dat ik een drugs- en alcoholprobleem heb en dat ik psychisch in de war was, had ik nu een woning gehad. Dat denk ik echt. Oh. Hoe meet je nou of het goed gaat in een land? Meestal doen we dat aan de hand van de economie. Als die maar groeit, gaat het goed. Maar ondanks onze economische groei heeft Lars geen dak boven zijn hoofd. Dus dan doen we toch iets verkeerd. Economische groei is eigenlijk niks anders dan de optelsom van alle spullen die we maken en diensten die we leveren, waar je een financiële waarde aan kan hangen. He, dus op het moment dat ik jou een pakje sigaretten verkoop, nou, dan groeit de economie. Op het moment dat jij ziek bent en ik zeg, nou, ik kom voor jou zorgen, vrijwillig, ja, dan groeit de economie niet. Dan doet het eigenlijk niks voor de economie. En als wij zeggen, economische groei is altijd beter dan geen economische groei, dan kan ik jou dus beter sigaretten verkopen dan dat ik voor jou ga zorgen als je ziek bent. Maar als je de meeste mensen vraagt, wat vind jij een prettigere samenleving? Een samenleving waarin iedereen elkaar sigaretten probeert te verkopen, of een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen als ze dat nodig hebben. Ja, dan denk ik dat de meeste mensen toch voor dat laatste zullen kiezen. Dus het idee, het praten over een economie in termen, het gaat alleen maar goed met de economie als die groeit. Dus het gaat alleen maar goed met de economie als we meer spulletjes maken en meer diensten aan elkaar verkopen. Ja, het is een heel eenzijdig, eigenlijk een heel ideologisch geladen beeld over een economie. Kopje koffie, pap. Ja, een kopje thee, hè, man. En nu slaap ik hier dan en mijn dochter ook. Hoe lang zit je hier nu? Bijna 3 jaar, denk ik. Ja, bijna 3 jaar. Ik heb niet het idee dat het mijn eigen schuld is of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat ik het zelf allemaal domme dingen had gedaan in mijn leven, dat ik het zelf heb veroorzaakt. Maar ik schaam me meer voor het systeem in dit land. Dat het zo moeilijk wordt gemaakt. Als jij geen geld hebt, dan doe jij gewoon niet mee, klaar. That's it, gewoon. Dan ben je een nobody. Dan is het niet belangrijk. Stel nou eens dat we economische waarde niet alleen maar uitdrukken in geld, maar dat we waarde gaan toekennen aan alles wat van maatschappelijk belang is. Laten we dat nou eens op het onderwijs toepassen. Onderwijs is nu een beetje een afvalrace. De CITO-scores aan het einde van de basisschool moeten zo hoog mogelijk zijn, waarmee je impliciet het VMBO al wegzet als het afvoerputje van het voortgezet onderwijs. Weet je nog die tv-serie 100 dagen voor de klas, waarin 2 VPRO-presentatoren het docentenvak uitprobeerden? Ga maar eruit. Ik word gebeld en dan moet ik eruit. Ja. Jongens. Nou, een hele prettige dag. Jongens. Ja? Stil even. Deze VMBO-leerlingen lijken ettertjes, maar leraar Bjorn legt uit dat je je nooit door je vooroordelen mag laten leiden. Want je kan een kind niet meer kwetsen dan met die vooroordelen invullen. Ja. En op een gegeven moment gaat dat beeld ook overslaan op de leerling. Ja, weet je, ze denken dat toch al van mij, dus ik kan het net zo goed doen. Het is eigenlijk een metafoor voor heel veel dingen die fout gaan in de maatschappij. Een goede advertentie. Als we eerlijk zijn, vinden we deze kinderen in Nederland net wat minder waardevol dan VWO'ers. Maar het is heel goed mogelijk dat ze later werk in het belang van ons allemaal zullen gaan doen. Let je op. Maar 2 keer pech in het leven en ze zitten er net zo bij als Lars. Ik ga je een filmpje laten zien. Het is een liedje. Ik laat je daar een minuutje van horen. En het gaat over een spreekwoord. Doordat je geboren bent, bereik je nooit een kwaadje. Als je voor
dubbeltje je geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Oké, een spreekwoord. Nou, wat betekent dat als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje? Wat zou dat kunnen betekenen? Ja, bijvoorbeeld stel je wordt in een achterstandswijk, ga je niet snel denken dat je het kan halen om in een luxe wijk te wonen of zo. En denk jij dan dat dat effect heeft op je motivatie in het leven? Ja, grotendeels wel. Leg eens uit. Je ziet het gewoon niet als mogelijk om dat te behalen en dan geef je het op. Ik ken jou niet zo. Ik ken jou niet als iemand die daar genoegen mee zou nemen. Nee, ik zou wel verschil willen maken dan. Ja. Als ik een dubbeltje zou zijn. Okay. Maar ja, niet iedereen is dat, dus ja. Nou, mooi dat je dat zegt. Doei meneer. Doei. Tot morgen. Kijk, het is heel mooi dat we in een wereld leven waarin we zoveel kansen hebben. Maar als je die kansen niet genoeg spreidt over iedereen, dat ten eerste. En als je ten tweede ervan uitgaat dat mensen hun eigen geluk altijd kunnen vinden. Hè, dat liberale denken van je kan alles bereiken als je er maar voor gaat. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is wel wat de kinderen zeiden hier. Ja. Of tenminste, één van de kinderen die zei dat. Ja, dus zover is het al doorgedrongen in het systeem dat dat een manier is hoe het werkt. De realiteit is natuurlijk heel anders. Volgens mij is een van de grote prikkels in het onderwijs is dat je gefinancierd wordt qua per leerling. Ja. Wat doet dat met, met de manier hoe scholen omgaan met het aantrekken van leerlingen? We gaan alleen nog maar inzetten op de kansrijken en de kansarmeren. Of de leerlingen die niet meekomen, ja, dat is collateral damage en daar willen we vanaf. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het onderwijs ook echt wel heel veel last heeft van de marktwerking. En dat vind ik een groot nadeel van de, en dit vind ik een hele belangrijke opmerking, groot nadeel van hoe de overheid denkt. We leiden niet op in het belang van het kind, maar we leiden op in het belang van de maatschappij. Er is een woord voor, iets met employment. En dat is dus anno 2020 hoe het is. We krijgen dus gewoon echt grote verschillen in onderwijssystemen, als je kijkt naar hoe die scholen zich ontwikkelen. Dus stel nou dat we niet geld, maar maatschappelijke waarden centraal gaan stellen in de economie. Dan verandert onderwijs ineens van een kostenpost in een van de meest waardevolle sectoren van ons land. En elke leerling in een hoogwaardige investering in de toekomst. Het interessante aan economie is, als ik dit kopje nu hier laat vallen, ja, dat valt altijd naar beneden, dat valt altijd stuk. Hè? Dat is de wet van de zwaartekracht. Dus bij natuurkunde gaan die wetten ook echt op. En dan kan je een uitspraak doen over de toekomst. We kunnen niet met elkaar afspreken dat als ik dit kopje loslaat, dat die tegen het plafond aanvalt. Ja, we kunnen het afspreken, maar het gebeurt niet. En het verschil tussen economie en bijvoorbeeld een echte exacte wetenschap is inderdaad, dat je kan de economie bestuderen, je kan kijken wat er gebeurt. Maar je kan hem niet vatten in mathematische wetmatigheden, want die zijn er eigenlijk niet. Economie is de optelsom van de afspraken die we met elkaar maken. Want dat is een van de meest fnuikende dingen van de economie presenteren als iets wat volgens natuurwetten zich ontwikkelt. Wat je daarmee in feite creëert, is je gebruikt dan de wiskunde als een geitenpad langs de moraal. He, dus je zegt, we hoeven geen moraliteit meer op onze samenleving te plakken. Want het is nou eenmaal zo dat een deel van de bevolking heel arm is en een deel heel rijk. Daar kunnen we niks aan veranderen. Maar dat, ja, het is onzin. Je kan het veranderen. We kunnen gewoon met elkaar afspreken dat het anders moet. En dat is eigenlijk het mooie. Vanaf het moment dat ik dat begon te snappen, ja, toen werd ik optimistisch. Decennia lang was het not done om in morele termen over economie te spreken. Goed of fout, rechtvaardig of niet, de economie stond er zogenaamd los van. Maar tijden veranderen. Dat is in tegenstelling tot de vrije marktideologie wel een natuurwet. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Oud-onderwijzer Douwe is inmiddels al 8 jaar uit het onderwijs. Maar hij heeft gehoord dat de tij aan het keren is en schoolbesturen hun onderwijzers tegenwoordig weer meer vrijheid geven om de lessen zo in te vullen als zij zelf goed achten. Hallo. Hoi. Bezoek. Ja. Dus u komt de boel overnemen? Of, Nee, het is meer een sentimental journey. Ik zit... Douwe is sceptisch. Genieten van, het lokaaltje ruikt nog net als toen. Maar
Heeft de jonge meester Willem die zijn plaats heeft ingenomen inderdaad meer speelruimte? Is er ook ruimte voor chaos? Van mij wel. Ja? Ik hou wel van een beetje chaos. Yeah, yeah. Ja. Dingetjes yoga of tussendoor met schrijfoefeningen. Gewoon even lekker gek doen, even uit je plaat eigenlijk. Ja. Dat vind ik wel erg leuk, ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, ja. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind gevoel heel belangrijk, voor mezelf, maar ook voor kinderen. Mooi. En ja, ik denk dat er hier in de klas veel ruimte voor is. Omdat je maar een heel klein ploegje hebt eigenlijk. Dus je kan elk leerling kan je eventjes bekijken. Ik zit ook vaak af en toe in mijn bureaustoel. Zit ik af en toe even achterover geluimd. Een paar minuutjes van wat gebeurt er nou eigenlijk. Gewoon even kijken. En soms dan lopen ze voorbij. En dan lijkt het misschien alsof ik niet zoveel doe. Maar dan ben ik juist heel veel aan het doen. Ik kijk. En dan neem ik op wat een kind ziet of wat een kind doet. En dan staat de onderwijspolitie niet direct voor de deur? Nou, nee. Want als je dat deed, wat jij nu zegt, dus even zo achterover en eens even kijken naar zo'n kind. En ook zo door de dag heen ook alsmaar even observeren. Dat was geen effectieve lestijd. Ik heb al eens een reprimande gehad. Dat was toen André Kuipers de lucht in werd geschoten. Toen zaten ze er allemaal vol van. Want dat was 's ochtends voor school was dat op de televisie geweest. En ik had net een digibord. En daar kon je dat mooi op laten zien. Ja. En toen kon je meteen ook even iets vertellen over, ruimtevaart en wanneer de eerste rakettenlucht in was gegaan. Hè? Ja. Maar ik zou zulke momenten zou ik denk ik ook pakken. En als je er iets over kan vertellen of zo, ja, dat is toch ook leren, vind ik. Dus er is gewoon heel veel vrijheid. Dus dit had Douwe niet verwacht. Het lijkt wel of hij naar zijn vroegere zelf zit te kijken. Zouden de bestuurders van toen dan tot inkeer gekomen zijn? Zijn oude baas Bert staat nog steeds aan het roer van een onderwijsinstelling. Hoe kijkt hij nu tegen het soort onderwijzer als Douwe en Willem aan? Douwe ging meer uit van de heelheid van de mens. Zo van, ja, maar het kind is veel breder dan alleen de vakken waar die in zit, alleen de cognitie waar die in zit. En ik denk dat ik meer bezig ben met resultaat te veroorzaken. Ik zie het hout stapelen bijvoorbeeld, ik probeer ook zo'n stapel zo snel mogelijk weg te werken. Het hout ook zo snel mogelijk vol. Het is voor mij niet zoiets van, leuk, hout, hoe ruikt het allemaal, wat is het allemaal? Het is gewoon van, er is hout, het moet in het houthok en daarna gaat het de houtkachel in. Dus daar zit misschien een verschil tussen Douwe en mij. Maar er zit wel een kanteling in deze maatschappij. Het hele competitieve, steeds meer, steeds beter, zelfs vervormd in greedy. Dat wel heel erg gekanteld is de afgelopen jaren. Hè. En ik denk dat dat ook wel betekent dat welzijn belangrijker gaat worden dan welvaart. En dan krijgen denk ik de Douwers onder ons meer gelijk dan de Berdekkers onder ons. Leraren worden weer serieus genomen, wat natuurlijk goed nieuws is. Maar het systeem van ranking the schools zorgt nog steeds voor buikpijn. En al dat gehamer op CITO-scores heeft niet kunnen voorkomen dat 1 op de 4 leerlingen inmiddels onvoldoende kan lezen om goed mee te kunnen doen in de samenleving. De nodige verandering begint bij ander beleid vanuit Den Haag. En ik geef het woord aan de heer Heijnen voor zijn inleiding. Dankjewel en hartelijk dank dat wij hier aanwezig mogen zijn. Sander is uitgenodigd op het Binnenhof om te komen praten over zijn laatste boek dat hij samen met zijn vriend Hendrik Noten schreef. Het lijkt wel of iedereen het hier gelezen heeft. In het boek Fantoomgroei, dat volgens mij nu zo'n beetje iedereen gelezen heeft, komen de schrijvers Noten en Heijnen met een sprekend voorbeeld hoe fixatie ons op het verkeerde been kan zetten. Als ik minder ga werken om voor mijn moeder te zorgen, dan is dat slecht voor het BBP. Maar als ik een pakje sigaretten koop, dan is dat goed voor het BBP. Met andere woorden, we hebben een vreemde manier van meten of het goed met ons gaat. De les van het boek was voor mij niet groei is niet boeiend en economie is niet boeiend en je hebt geen welvaart nodig. Maar meer dat het macro-BBP-cijfer niet genoeg is.
Het lijkt wel alsof de ChristenUnie in haar nieuwe partijprogramma bijna letterlijk uit hun boek citeert. Tot grote vreugde van ons leraren en onderwijzers komt ook het onderwijs aan bod. Dus eigenlijk de nieuwe definitie van economie, namelijk wat vinden wij belangrijk met elkaar? Dat is eigenlijk de cruciale vraag. Wat is nou een goede samenleving? Wat is rechtvaardig? En wat is een goed leven? Dat is eigenlijk de centrale vraag. Ja, dat zou ook in het onderwijs centraal moeten staan. Dus niet hoe word je zo rijk mogelijk, niet hoe kun je zo ver mogelijk jezelf oprekken dat je nog net het, nou ja, wat we dan hoog noemen, de hoogste vorm van onderwijs kunt genieten. Maar het is gevormd worden en talent ontplooien en zien dat er andere waarden veel belangrijker zijn dan alleen maar geld. Dus je ziet dat neoliberalisme, dat het niet alleen een economische manier van denken is, maar het is ook een kijken naar mensen. Namelijk, we zijn zelfredzaam, we zijn rationeel en we zijn eigenlijk heel materialistisch. En dat is niet wie wij zijn. Ja, jongen.